Bijna 70 vuurwerkverkooppunten in Groningen en Drenthe werken de komende dagen mee aan een actie van de politie. De actie is bedoeld om bestuurders erop te wijzen dat ze niet met alcohol op achter het stuur moeten stappen. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar die vuurwerk kopen bij een van de deelnemende verkopers krijgen op vertoon van hun rijbewijs een speciale flesopener cadeau van de politie. De Groningse en Drentse politie ondersteunen met deze eigen actie de landelijke Bob-campagne die half december van start ging. De opbrengst van vuurwerkbrillen en gehoorbeschermers, die het Martini Ziekenhuis te koop aanbiedt, wordt net als voorgaande jaren geschonken aan Serious Request. Iedere jaarwisseling wordt het Martini Ziekenhuis geconfronteerd met slachtoffers van vuurwerk. Meestal gaat het om omstanders. De brillen en oordoppen zijn verkrijgbaar bij de polyclinieken. Het ziekenhuis wil op deze manier een bijdrage leveren aan de actie voor moeders in oorlogsgebieden.